iedereen, mijn naam is Katrien. Ik ben Business Developer Manager bij Cenitas. En mijn taak is om jullie te ondersteunen en samen te kijken hoe we van jouw zaak een succes kunnen maken. Ik kreeg heel vaak de vraag hoe je eigenlijk Circadia nog kan uitbreiden qua behandelingen of combinatiemogelijkheden. Dus hebben wij een Advanced Mixology webinar nu. Zijn we er nu mee bezig? Het is ook mijn allereerste webinar. Dus ik ben heel benieuwd en ik kijk er enorm naar uit. Allereerst starten we met de reinigers. De reinigers van Circadia maken gebruik van een sulfaatvrije reinigend middel, namelijk het Stefan Mild PCL. Dit is het leuke weetje hierover. Dit wordt ook vaak gebruikt bij organische babyproducten. Dus het is heel mild voor de huid, waardoor je eigenlijk alle reinigers bijna bij elk huidtype kan gebruiken. We zullen overgaan meteen naar de eerste mixology-mogelijkheid. Heb je de Cooling Gel Cleanser. Zoals de naam het zelf al zegt, is het een verfrissende, reinigende gel waar wij gebruik maken van de Lipid Replacing Cleansing Gel en het Snow Algae and Spirulina Cooling Mask. Dat zorgt voor een verfrissende reiniging die ook de inflammatie en vooral de grootheden gaan verminderen. Het leuke hieraan is, je hebt eigenlijk de milde schuimende aspect van de reiniger en het verfrissende effect van het masker. Dus je mixt één pompje Lipid Replacing Cleansing Gel met een half partje Snow Algae en Spirulina Cooling Mask. Zorg altijd dat je iets meer reiniging hebt dan het masker zelf, omdat dit echt specifiek is om de huid te gaan reinigen en geen masker is. Dus het is voor alle huidtypes goed en vooral degene met roodheden. Een contra-indicatie is de notenallergie, omdat de lipid cleanser eigenlijk een pinda-extract bevat, dat wel vol zit vol met omega's. Maar sommigen hebben een noterallergie en kunnen ze op reageren. Nu, meestal is een dergelijke allergie vaak enkel bij inname. Maar test altijd even het product op de onderkant van de arm of de binnenkant van de arm van jouw klant. Dan het volgende is de Brightening Antioxidant Milk Cleanser. Het is een producten van Circadia, namelijk de Amandola Milk Cleanser, die dan de alpha-hydroxy acids bevatten, en het Australian Super Berry Antioxidant Masker, die dan een mix van Australische kersen gebruikt. Deze kersen bevatten 30 meer antioxidanten dan een gewone kers, bijvoorbeeld een braambes of zo. Je mixt één pompje Amandola Milk Cleanser met weer een half partje Australian Superberry Antioxidante Mask. Dit is ideaal voor de verouderde en de gehyperpigmenteerde huid. Nu, er zit twee zuren in. Amandelzuur, die ook buiten dat die op pigmentatie werkt, ook een antibacteriële functie heeft. En lactaatzuur heeft dan ook weer de hydraterende werking. Nu, let wel op, beide producten bevatten zuren, namelijk lactaatzuur en amandelzuur. In de melkreiniger zit 2% lactaatzuur en amandelzuur en in de masker zit 4% van beide zuren. Dus eigenlijk breng je een dubbele portie aan op de huid. Dus het is ook een niet schuimende reiniger, maar je kan het wel enkele minuten laten inwerken. Om zo die alpha-hydroxy acids op de huid te laten inwerken. Laat het 2 tot 5 minuten inwerken op de huid, afhankelijk van het huidtype en de sensatie van de klant. Een contra-indicatie is dan ook AHA-gevoelig en ook weer de notenallergie. Dus, dan heb je de andere variant met het Australian Superberry antioxidantenmasker, samen met dan het schuimende sulfaatvrije Stefan Mild PCL, ook weer het Brightening Antioxidant Cleansing Gel.
De reiniging is ideaal voor de pigmentatie door de raspberry dat in het masker zit, huidveroudering door de pepperberry en de reberry, maar ook voor de dikkere huiden en voor droge acne ook. De contra-indicaties zijn ook weer een notenallergie en de alpha-hydroxy-acid-gevoelige huiden. Ook hier ga je één pompje van de cleansing gel mixen met een half partje van de Australian Superberry antioxidanten masker. Nu de chocolate exfoliating cleansing melk. Als je graag een aroma ruikt van zoetigheid en cacao, is dit de perfecte cleanser om te gebruiken. Je gebruikt de zoetigheid ruik je van het Amandola Milk Cleanser en de geur van cacao van de cacao-enzymenpoeder. Je mixt een halve part cacao-enzymenpoeder met twee pompjes Amandola Milk Cleanser en dan breng je deze gewoon aan op het gelaat. Dit is ideaal te gebruiken voor een korte mini-facial om toch die diepe nodige exfoliatie aan de huid te geven. Zoals bij de cacao-enzymen gaat deze ook de inflammatie van de huid verminderen door de cacao dan. Je kan hier de stomer of je vaporzone gebruiken en zo in de huid gaan inwerken of lichtjes inmasseren. Deze mix is iets minder krachtig dan als je bijvoorbeeld cacao-enzymenpeeling zou gebruiken in combinatie met dezelfde activator. Maar het is dan ook ideaal voor je klanten waarvan dan de enzymenpeeling iets te fel is qua sensatie. Dan kan je eigenlijk de Amandola Milk Cleanser gaan toevoegen. Het is ook een hele leuke reiniger om te promoten tijdens de holiday season of met de Valentijn en de feestdagen eigenlijk. Een kleine tip hierbij is, doordat je de Amandola Milk Cleanser gaat gebruiken, is de substantie iets dikker, om het zo te zeggen, dan als je de activator zou gebruiken. Een tip hierbij is dat je bijvoorbeeld eerst de activator een heel klein beetje toevoegt bij dat half partje cacaopoeder en daarna de Amandola Milk Cleanser gaat toevoegen om meer een moisty textuur te verkrijgen. Gebruik dan ook zeker stoom, zodat je die enzymen gaat activeren. Het is eigenlijk voor elk huidtype zoals er staat en een contra-indicatie is ook weer de gevoeligheid voor de alpha-hydroxyzuren. Als je een reiniger wilt voor echt de onzuiverheden, verstopte huiden te gaan reinigen, is de Green Tea Detoxifying Cleanser een ideale aanrader. Hier gebruik je de Lipid Replacing Cleansing Gel in combinatie met het Green Tea Mask. Het Green Tea Mask wordt vooral ingezet bij de vettere acnehuiden en huiden met iets meer verhoging. Het zorgt dus voor een diepe reiniging met een sterk zuiverende werking. De huiden waar je het best niet op kan toepassen zijn de droge en de beschadigde huiden. Waarom? Het Green Tea Mask bevat samentrekkende ingrediënten zoals dan Green Tea en netels. Dus een leuke tip hierbij is ook heel fijn om te gebruiken bij lichaamsreiniging of een lichaamsbehandeling om ook echt die goede exfoliatie of reiniging te verkrijgen van de rug of de armen of de benen. Het Advanced Brightening Scrub is een combinatie van de Switch Hydrating Cleanser en de Australian Superberry Antioxidantenmasker. Je hebt hier een diepere exfoliatie door eigenlijk de korreltjes van de Hydrating Cleanser en de chemische peeling van de alpha-hydroxyzuren in het masker. Masseer de 2 tot 5 minuten in en verwijder dan gewoon met warm water. Dit is ideaal voor die doffe, hyperpigmenteerde en sterk verhorende huiden. Door de krachtige exfoliatie is het dan ook niet aan te raden voor echte gevoelige huiden en de huiden met rosacea. Indien deze cleanser te krachtig gaat zijn, kan je ook de Switch Hydrating Cleanser vervangen tot de Honey Cleanser. De korreltjes van de Honey Cleanser zijn namelijk
op basis van bijenwas. En hoe harder je eigenlijk over de huid gaat scrubben, hoe sneller dat de korreltjes gaan verdwijnen. Dus je kan ook de huidbarrière niet gaan beschadigen. Dit is ook ideaal om te gebruiken als reiniger of als pre-exfoliation, bijvoorbeeld voor een andere behandeling, bijvoorbeeld dermaplane of HydraFacial, om al die dode huidcellen al te gaan verwijderen. Masseer dan de mix heel zachtjes in en laat het daarna even inwerken. Hierdoor ga je eigenlijk de korreltjes van de cleanser activeren op de huid en daarna ga je de zuren ook hun werk laten doen op de huid. Dus ideaal voor die doffe huid, hyperpigmentatie, huidveroudering en de sterk verhorende huiden. Dan, dus dat was de waarde reinigers. Dan heb je ook nog de exfoliatie, dus de peelings van Circadia, die je ook kan gebruiken in mixology. Je hebt dan, Circadia heeft drie soorten peelings eigenlijk. Dus je hebt de enzymatische peelings, je hebt de gel-gebaseerde peelings en je hebt de ethanol-gebaseerde peelings. De enzymatische peelings zie je, heb je de cacao, de raspberry en de zymase. Die zijn beide, of alle drie eigenlijk afgestemd qua sterkte van de peeling zelf. Bij een enzymatische peeling gaan we eigenlijk de proteïnestructuren die de cellen vasthouden loskoppelen, de zogenaamde desmosomen. Circadia gebruikt drie enzymen in hun peelings, namelijk bromaline, papaïne en trypsine. En deze drie gaan er eigenlijk voor zorgen dat je een volledige loskoppeling verkrijgt van de desmosomen aan de cellen, waardoor dat je eigenlijk veel meer dode huidcellen kan wegnemen. Dan heb je brightening peptides, enzymen. De producten die hier worden gebruikt is de licorice en bearberry brightening mist en het raspberry enzymen poeder. Je mixt drie schepjes van de mist met één schepje van het poeder. Dit zijn eigenlijk ook dezelfde verhoudingen als dat je bijvoorbeeld enkel ook de activator zou gaan gebruiken. Dit is ook ideaal om te gebruiken bij de hyperpigmenteerde, verouderde huid en melasma. De verblekende en hydraterende mist bevat een tyrosinaseremmer en blokkeert ook het alpha-MSH, die verantwoordelijk is voor de hormonale pigmentatie. Het raspberry enzymepoeder werkt dan ook verhelderend door de frambozen die een natuurlijk azelaïek zuur bevatten. Dus beide producten bevatten ook antioxidanten, waardoor deze ook ideaal is in te zetten bij de huidveroudering. Door met de mist krijg je een meer moistie structuur dan ook met de activator. De enige contra-indicaties zijn hier een allergie voor ananas en papaya. Dan de beta-hydroxy-acid-enzyme-exfoliation. Hier combineer je het White Willow en Juniper Clearing Mist samen met de cacao-enzyme powder. Mix ook weer drie schepjes mist met één schepje poeder. Dit is eigenlijk ideaal voor de acne en de vette huiden, doordat eigenlijk de mist een beta-hydroxy-acid als ingrediënt bevat. Namelijk wilgenschors en moerasspiraai. Dit zijn beide voorlopers van salicylzuur en verminderen dan zo de olieophoop in de poriën. Dit is ook ideaal voor te gebruiken bij acnehuiden die veel inflammatie hebben, doordat eigenlijk het cacaopoeder ook anti-inflammatoire gaat werken op de huid. Contra-indicaties zijn hier ook ananas, papaya. De redness reducing enzyme, zoals de naam het zegt, is het voor een kalmerende anti-roodheid enzyme peeling. Hier gebruik je de Alua en Calendula calming mist en de cacao enzyme poeder. Hier gebruik ik ook weer dezelfde hoeveelheden, drie schepjes mist met één schepje cacao poeder. De mist wordt vooral ingezet bij de gevoelige en geïrriteerde huiden. Het bevat namelijk extracten uit de zee om die inflammatie te gaan verminderen en de aloe extracten met de kalmerende werking. De cacao poeder gaat dan ook weer die inflammatoire werking hebben op de huid.
Dit is dan ook ideaal te gebruiken bij de rosacea en gevoelige huiden, maar ook voor acnehuiden die ook wel gevoelig zijn en veel grootheid hebben. Contra-indicaties zijn ananas en papaya-allergie. De antioxidant enriched enzyme is dan een combinatie van de blueberry and white tea hydrating mist en het raspberry poeder. De mist met honingextract en antioxidanten van de blueberry and white tea geeft eigenlijk die sterke hydraterende werking aan de huid. Je mixt hier ook weer 3 schepjes mist samen met 1 schepje poeder. Deze exfoliatie is eigenlijk ideaal voor de verouderde huid, de beschadigde huid, rokershuiden en glycatie. Dus, en dan heb je ook nog de contra-indicaties, is ananas en ook weer de papaya. Zuren versus enzymen. Dus Circadia gebruikt zuren en enzymen. Het grootste verschil tussen een zuur en een enzym is dat afhankelijk van de sterkte van het zuur ze niet alleen de desmosomen gaan afbreken, maar ze gaan ook de gezonde cellen kunnen afbreken. Dus daarom wordt een enzymenpeeling als een mildere versie gezien voor exfoliatie en is deze ideaal ook om te combineren met andere producten die dan ook weer die exfoliatiekracht kunnen gaan verhogen. De alpha-hydroxy-acid boost. Bij deze variant ga je eigenlijk de alpha-hydroxyzuren van de Amandola-melkcleanser combineren met eender welke enzymen peeling afhankelijk van het huidtype. Ideaal voor inflammatie en milde exfoliatie ga je de cacao-enzymenpeeling gebruiken. Als je pigmentatie wilt gaan aanpakken en op veroudering wilt gaan werken, kan je de raspberry gebruiken. En bij die hele sterk verhorende rokershuiden is de zimase eigenlijk ook perfect om te gebruiken. Nu, hoe ga je dit toepassen in jouw salon? Allereerst ga je gewoon de enzymen aanbrengen, de enzymenpeeling tussen poeder en de activator. Dan laat je dit 7 tot 10 minuten op de huid inwerken, afhankelijk van de sensatie van de klant. Dus je vraagt altijd op een schaal van 1 tot 10 wat de klant eigenlijk aanvoelt. Na deze tijd breng je eigenlijk een laagje Amandola melkcleanser bovenop de enzymen. Dus zeker de enzymen niet eerst gaan afdoen, breng de melkcleanser met een dun laagje aan bovenop de enzymen. Dan weer 2 tot 5 minuten ga je dit masseren en daarna verwijder je het grondig af. Deze combinatie is eigenlijk ideaal voor de verouderen, ook weer die beschadigde rokershuiden en glycatie. Contra-indicaties zijn ananas, papaya-allergie en ook weer die gevoelige huiden, vooral voor de alpha-hydroxyzuren. De acid upgrade. De producten die hier worden gebruikt zijn de gel-gebaseerde peeling van Circadia. De gel-gebaseerde peeling van Circadia is eigenlijk tijdsbepalend ten opzichte van de ethanol-gebaseerde die laagbepalend zijn. Dus wat wil dat zeggen? Hoe langer je ze op de huid laat liggen, hoe sterker dat de peeling gaat inwerken. Circadia heeft 2 soorten van deze gel-gebaseerde peelings, namelijk de lactaatzuurpeeling en de alpha-beta-peeling. Bij de acid upgrade gebruik je ofwel lactaat ofwel alpha-beta. Dus je kiest tussen 1 van de 2. Je hebt ook een verschillende percentages, hangt ook een beetje van af wat je wilt gaan bekomen. Heb je echt een heel sterk verhorende huid, kan je een hoger percentage gaan gebruiken van de peeling. Dus je brengt gewoon de gel-gebaseerde peel aan met een waaierborsteltje of met een gaasje. En daarna breng je een enzymenpeeling bovenop naar keuze. Dus je kan ook weer kiezen tussen de cacao, de raspberry of de zymase. Laat deze dan 5 tot 8 minuten inwerken zonder stoom. En verwijder daarna de enzymen en spray dan enkele keren met de PK Neutralizing Spray. Verwijder dan met een gaasje en spray dan nog een keer om zeker te zijn dat je eigenlijk
alle zuren hebt afgenomen. De alfa-beta gebruik je bij een normale tot vette huid met pigmentatieproblemen en onzuiverheden, dus of acne. En de lactaatzuurpeeling is ideaal voor die droge tot normale huiden, die ook wel gedehydrateerd zijn en een verouderde huid. Bijvoorbeeld kan zijn als je een droge huid hebt met pigmentatie, kan je bijvoorbeeld de lactaatpeeling gebruiken in combinatie met de raspberry. Dus lactaatzuur is ook een superhydraterend ingrediënt. En de raspberry van de raspberry enzyme gaat eigenlijk op pigmentatie gaan werken. Zo kan je eigenlijk een beetje mixen met elkaar. Contra-indicaties zijn alfa-hydroxy-acid gevoeligheid, rosacea, zwanger en borstvoeding. Dan het transportsysteem voor peelings. Zoals ik op het begin had gezegd, heb je verschillende peelings van Circadia. Dus de gel-gebaseerde peelings en de ethanol-gebaseerde peelings. De ethanol-gebaseerde peelings zijn de Dermafrost, de Mandeliclear en de Jesmer. Die worden vooral gebruikt als je een snelle en diepe penetratie eigenlijk wilt hebben van de huid. Dus deze kunnen een schilfering gaan bekomen. De ethanol-gebaseerde zijn ook laagbepalend. Je mag tot 3 lagen gaan. Hoe meer lagen je aanbrengt, hoe dieper de exfoliatie gaat zijn. Dan heb je ook nog de PEG, dat zijn dan de gel-gebaseerde peelings. Dat zorgt voor een tragere penetratie en dus ook weer voor een zachtere en meer oppervlakkige peeling van de huid. De mist infusion. Circadia heeft eigenlijk voor elk huidtype wel een mist in zijn gamma. Je kan ze als toner gebruiken, maar ze zijn eigenlijk veel meer dan enkel een toner. Ook omdat elke mist specifieke huidverbeterende ingrediënten bevat. Dus, de meeste toners hebben ook een ratio van 1 op 5 water, maar Circadia gebruikt 1 op 1. Dus dat wil zeggen dat de structuur ook iets rijker en voller is, waardoor je het ook weer kan gebruiken als een serum. Dus ook bijvoorbeeld in de cabine als serum voordat je een masker aanbrengt. Je hebt de Aloe en Calendula Calming Mist. Die gaat kalmerend werken op die roodheden en ook anti-inflammatoire. De Blueberry en White Tea Hydrating Mist is dan ook die antioxidant en ook het hydraterende daaraan. De White Willow en Juniper Clearing Mist, antibacterieel, dus echt heel goed voor de zuivere huiden die je dan kan gaan gebruiken. De Licorice en Bearberry Brightening Mist is ook een verhelderende en antioxidant die zowel een tyrosinaseremmer bevat als die alpha-MSH, die dan eigenlijk de hormonale pigmentatie gaat aanpakken. De maskers. We hebben al enkele maskers besproken in de voorgaande slides. Maar je kan dit ook gaan toepassen als een masker zelf. Dus ik ga heel even door. Je hebt dan een emollientia. Het is een vochtinbrengend middel. Ze beschermen onze huid tegen uitdroging door de vochtregulerende eigenschappen eigenlijk die ze bevatten. Dit doen ze eigenlijk door een filmlaagje over de huid te gaan leggen, waardoor de waterverdamping vanuit de huid wordt tegengehouden of verminderd. Door deze dunne beschermlaag helpen ze eigenlijk de huid te beschermen tegen de externe invloeden van buitenaf. Nu, zo'n hydraterend emollient kan ook toegevoegd worden aan de maskers van Circadia. De maskers van Circadia gebruiken zodanig krachtige ingrediënten dat de sensatie op de huid soms sterker kan zijn bij bepaalde huidtypes of bijvoorbeeld tijdens seizoensverandering, als de huid iets gevoeliger is dan de andere keren. Hiervoor kan je dan de post-peel balm gaan gebruiken. Hierbij ga je dezelfde hoeveelheid post-peel balm toevoegen aan jouw gewenst masker. Dus het kan de Snow Algae zijn, de Australian Superberry en de Green Tea Mask.
om zo eigenlijk de sensatie of die activiteit van dat krachtige masker te gaan bufferen. Dit masker laat je ook 10 tot 15 minuten inwerken en neemt het daarna gewoon af met een vochtig doekje. Het andere maskertje dat je kan gaan combineren is het Brightening Milk Mask. In de eerste slides bij de reinigers hadden we ook dezelfde combinatie gezien met de Amandola Milk Cleanser en de Australian Superberry antioxidanten masker. Nu, de hoeveelheid is hier anders, omdat je dit echt als een masker wilt gaan maken. Dus je gaat ook meer Australian Superberry antioxidant masker gebruiken dan de Amandola Milk Cleanser. Je laat dit ook weer 10 tot 15 minuten inwerken. Ideaal door die antioxidantenwerking en door die alpha-hydroxy acids is het ideaal voor huidveroudering en hyperpigmentatie. Ook hier breng je ook weer die dubbele portie zuren aan op de huid. Mocht de klant aangeven dat het een sterke sensatie is, kan je de postpeel balm als buffer ook nog gaan toevoegen. Contra-indicaties zijn alpha-hydroxy acid, gevoeligheden en ook weer die notenallergie. De functies van vitamine A. Zoals jullie al wel weten, is vitamine A het anti-age-ingrediënt tegenwoordig wat je kan gebruiken door zijn verschillende functies. Vitamine A gaat de celdeling versnellen. Gaat ook de aanmaak van collageen en elastine stimuleren door de fibroblasten te stimuleren. Dus ze verminderen ook de collagenase of de afbraak van collageen in de dermis en beschermen de cellen ook weer tegen UV-stralen. Stimuleert de vorming van nieuwe bloedvezels. Nu, Circadi heeft enkele verkoopproducten waarbij een estervorm van vitamine A wordt gebruikt, zoals retinylacetaat. Maar in de cabine of in de salonbehandelingen bevat één peeling eigenlijk vitamine A, namelijk de vitamine A Accelerator. Ik ga even verder. Ja. Dus deze peeling is eigenlijk op basis van 2,5% retinol. Je kan het niet eigenlijk als een echte peeling zien, maar meer als een retinol boost voor de huid. Ook een leuk om te weten is dat Circadia eigenlijk gebruik maakt van reagent grade acids. Dus dit bepaalt eigenlijk de sterkte of de puurheid van de zuren. En als je weet dat Circadia 98 tot 99% puur zuur gebruikt, is 2,5% toch wel een hoog getal. Retinolmasker combineert de vitamine A samen met eender welk circadia masker dat je kan gebruiken. Allereerst ga je eigenlijk één laag vitamine A aanbrengen en daarbovenop breng je het masker aan naar keuze. Door die vitamine A te gebruiken ga je, zoals ik daarnet zei, die retinolboost aan de huid geven. Daarom is het ook ideaal voor die sterk verhorende huiden, voor die rokershuiden, voor de veroudering en ook weer voor die implicatie. Laat het 10 minuten inwerken en neem dan ook af met een vochtige doek. Contra-indicaties zijn dan zwangerschap, borstvoeding en gevoelig voor vitamine A. Het volgende is de retinol boost. Hier gebruik je eigenlijk enkel de vitamine A Accelerator, maar die ga je gebruiken om een behandeling af te sluiten, om weer die retinol boost aan de huid te geven. Dus je brengt gewoon één laag vitamine A Accelerator aan om de behandeling af te sluiten, bijvoorbeeld na de enzymen, een dermaplane of een gewone glaasverzorging en zelfs Hydra Facial. De indicaties hiervoor zijn ook weer die sterk verhorende huiden, huidveroudering, glycatie en de rokershuiden. Ook weer een contra-indicatie is hier de zwangerschap, borstvoeding en gevoelig voor vitamine A. Hier een voorbeeld van, die staat ook in de behandelingskalender van Circadia, is de C-peptide peel.
Dit is eigenlijk waar gebruik wordt gemaakt van het Firming Peptide masker, die eigenlijk anti-age, liftend en verstevigend gaat werken en die zuurstofrijk bloed naar je cellen gaat brengen om zo de huid te helpen detoxen. De vitamine A Accelerator stimuleert dan de celvernieuwing en gaat de collageen en elastine aanmaak ook stimuleren. Dus deze behandeling is eigenlijk echt een top anti-age behandeling, omdat ze zowel de huid lift, verstevigt, detoxt en die collageen en elastine productie gaat stimuleren. Humectanten. Humectanten zijn eigenlijk ingrediënten die in staat zijn om vocht vast te houden en aan te trekken in de huid. Even verder gaan. Dus hier staat ook: de humectanten zijn belangrijk omdat ze helpen voldoende vocht in de huid vast te houden. Zoals vaak gekend is, als de huid te weinig vocht vasthoudt, kan dit ook weer leiden tot een verminderde enzymatische activiteit, maar ook die gedehydrateerde of vochtarme huiden. Even verder. Dus de correcte keuze van een humectant is dan ook enorm belangrijk. De meest bekende zijn de glycols, butylien, ethylien en propylien. Glycerine is de meest bekende ook wel en wordt ook gebruikt in de producten van Circadia, sorbitol, amino acids, sphingolipids, lactic acid wordt ook gebruikt, ceramide ook. Beta-glucan, sodium hyaluronaat en oat protein en algae. Dus deze worden regelmatig gebruikt ook bij Circadia. De serum infusion. Dus ik denk dat jullie ook al weten dat je een serum kan gaan toevoegen bij bijvoorbeeld een SPF of bij de Aquaporin, om toch meer bijvoorbeeld op hydratatie te gaan werken. Voor sommigen die heel gedehydrateerde, droge huiden kan de SPF vaak niet rijk genoeg zijn. Dan is het ideaal om bijvoorbeeld de Moisture on Demand of de Hydralox eigenlijk te gaan combineren. Maar je kan alle serums eigenlijk met elkaar ook gaan gebruiken. Dus, je hebt de Emergency Eye Lift die verstevigend en liftend gaat werken. Ook heel leuk deze om te gebruiken na jouw behandeling als afwerking inderdaad om die instant lifting van de huid te gaan geven. Dan heb je de Counter Age die ideaal is voor de anti-glycatie van de huid. De Meristem op basis van stamcellen en is een top antioxidant, ideaal voor de jonge huidjes van 20 tot 30 jaar die al op huidveroudering willen gaan werken. Het vitamine C Reversal Serum, topproduct van Circadia, is een verhelderend antioxidant. Super belangrijk in de dagverzorging. Ik krijg ook heel vaak de vraag van wat moet ik nu gebruiken als dagverzorging? Ik zeg ik begin altijd met vitamine C en SPF. Iedereen heeft vitamine C nodig, maar niet iedereen heeft bijvoorbeeld vitamine A nodig. Dus vitamine C is echt de basis van een goede verzorging. Als je een nieuwe klant hebt en die wilt een product, zeg altijd hier heb je drie producten, een cleanser, een vitamine C en de SPF. Dat is ideaal om mee te starten en om zeker te weten dat die huiden goed worden verzorgd thuis. Dan de Chronocalm is voor de rotheden en voor anti-inflammatoire. En dan de Cytochrome, anti-age en gaat die cel-tot-cel communicatie verbeteren, waardoor weer collageen aangemaakt gaat worden. De ultieme bescherming. De producten die hier worden gebruikt is de Postpeel Balm. In combinatie met de Light Day Sunscreen Broad Spectrum SPF 37. Je mixt evenveel product van elk, dus evenveel Postpeel Balm als Light Day Sunscreen SPF aan op de huid. Dit kan ook weer die extra hydratatie geven aan de huid. Dus het is een topcombinatie. Als het iets te veel zou zijn, kan je nog altijd de Moisture on Demand ook gaan combineren met de dagcrème of de SPF. Zo,
Dat was het. Als jullie vragen hebben, jullie kunnen ook, en dat ben ik vergeten te zeggen op het begin, je hebt rechts een chatbox, daar kun je vragen in noteren. Die komen dan bij ons binnen via mail of je kan je BDM contacteren als je vragen hebt. Tim heeft ook de presentatie toegevoegd, dus deze kan je afprinten. Beluister dan eventueel het webinar nog even, dat alles goed in je hoofdje zit. Dit is ook weer een ideaal moment om de producten te gaan testen, dat je eerst de producten bij jullie zelf testen, dat jullie zelf kunnen ervaren wat de combinatiemogelijkheden zijn. Ik wil jullie nog heel veel succes wensen en heel veel sterkte in deze periode. Weet dat wij als Zenitas zijnde er voor jullie zijn. En als jullie vragen hebben, shoot.